Het matrix werkmodel op IQ. En IQ, daar bedoel ik alles mee met kennis. Iedereen krijgt iedere dag weer kennis binnen. Informatie waar we wat mee willen, waar we wat mee moeten. Informatie moet onthouden worden, eeuwig lange termijn geheugen. De vraag is even, hoe ga je dat doen? Soms staat informatie positief onthouden, neutraal onthouden of ook negatief onthouden. Ik leg even uit hoe dat werkt en wat je er dan vervolgens mee kunt doen. De uitleg is heel erg belangrijk, want mensen hebben iedere dag met kennis te maken. Want ook bij dat lange termijn geheugen moet dus de basisinformatie staan van taal en rekenen. Anders wordt taal en rekenen een moeilijke klus. Want nieuwe informatie ga je weer koppelen aan de informatie die er al is. Ik leg hem even uit. Informatie komt binnen in sensorisch zintuiglijke geheugen. Ook kan informatie weer weg, je gaat het gewoon vergeten. Het kan ook doorgaan naar je werkgeheugen, daar ga je er wat mee doen, dat zie je aan die processoren. Vervolgens kun je het weer vergeten of het gaat door naar je lange termijn geheugen. Kun je je voorstellen dat niet alles doorgaat naar je lange termijn geheugen. En daar ga je bewust onthouden, als positief, als neutraal of als negatief, als onjuist. Die onjuiste informatie, die moet weer even vervangen worden door de juiste informatie, zodat je het juist opslaat. Het is niet de bedoeling dat je er nog een keer wat bij opslaat. Bijvoorbeeld bij woorden, je hebt het woord daar verkeerd staan en je zet er ook het goede woord bij. Dan heb je twee woorden en dat is weer onhandig. Dus je moet zorgen dat de informatie op de juiste manier in het lange termijn geheugen wordt onthouden. Dus het komt binnen, je gaat het vergeten. Het gaat door, of je kunt het ook weer vergeten, en het gaat door naar je lange termijn geheugen. Daar waar je bewust altijd onthoudt. Als positief, neutraal of negatief. En de negatieve informatie moet vervangen worden door de juiste informatie. Het matrixwerkmodel IQ.